de opkomst van Valdir Shabari. Liefhebbers zijn meegereisd naar de arena. Ja, dat zijn toch wel de momenten, hè? Ja, geweldig. Hij komt af en toe zelfs op met een kameel. Ah, maar ja, dat is geweldig. Authentiek, jongen. Daar kom je vandaan. En verlogen het niet. Zeker weten. Simpel zat. Ja. Zullen we zo dadelijk ook weer zien bij Burkau. Hetzelfde verhaal, hè. Die jongens hebben echt een achtergrond. En daar zijn ze trots op. En dat nemen ze mee. En daar halen ze... Ik vind dat je altijd iets van jezelf mee moet nemen. Juist. Wat neem jij mee van jezelf? Mezelf. Oké. Maar dat kan. Ja. Valdir Shabari dus. En trainer is trouwens... was mijn eerste tegenstander. En die heet? Wim Scharrenberg. Oké. En hoor dat publiek. Daar is hij dan. Burkau Porpramuk. Ja, dat is een van de populairste vechters van dit moment. Geweldig. Hij heeft ook altijd die mevrouw bij zich, hè, die dat weer... Nou, dat is een Amerikaanse vrouw die altijd in Japan de K1 doet. Ja, want ik hoor haar nu voor het eerst. Nou, ik heb al een paar keer gehoord. Prima, ik ben lekker wakker. Ik let heel erg op. Ik ben scherp. Ja, jij moet ook scherp zijn, dat is niet wat zeker is. Altijd nog even dat moment, hè. Kijk, met z'n tweeën. Bidden. Ja. Nou ja, zeker voor de Thais is dat heel belangrijk. Wat was nou het ding wat hij op zijn hoofd heeft? Dat zie ik ook vaak. Dat heet een monkon. Ja, en dat wordt gebruikt ter meditatie voor de wedstrijd. Goed. Amsterdam maakt zich op voor het gevecht tussen Valdir Shabari in de groene broek. En de eerste ronde dus voor Burkau Porpramuk. Die staat altijd zo mooi voorover. Hè? De man heeft wat dat betreft... Ik heb hem best wel veel zien boksen links en rechts. Maar ik vind het zo'n stylist. Ja, het is echt een Thaise stijl. En hij beheerst het uitermate. En vaak zie je dat Thais niet zo goed zijn in boksen. Maar hij kan ook vrij goed boksen. En dat maakt hem gewoon een mooie vechter. En hij is pas 25 jaar oud. En hij kan ongelooflijk harde low kicks uitdelen. Ja, dat over het indraaien wat jij me net leerde. Ja, precies. Dus dat kunnen zij heel goed. Niet alleen low kicks, maar ook naar het lichaam en naar het hoofd. Daar zijn ze gewoon heel goed in. Hij in het bijzonder. Precies, laten we Shabari niet vergeten. 81 gevechten, 70 gewonnen, 21 op knockout. Dus ook gewoon niet. Het is geen pannenkoek. Nee, Shabari is gewoon een hele handige vechter. Die gewoon precies weet wat te doen om een wedstrijd te winnen. Is dit voor hem zijn topgevecht als hij tegen deze Burkau mag staan? Burkau is gewoon de top van de top. Eerste ronde allebei nog aftastend. 1 minuut wordt er geroepen. Nou, dat wordt nog een beetje... Hoor je dat? Doen ze dat vaker? Dat ze roepen nog 1 minuut om je een beetje door te helpen. Terwijl het nog bijna 2 zijn. Misschien bedoelen ze dat er 1 minuut voorbij is. Ik weet het niet. Oh! Niks spannends. Geen tellen. Even de vuisten tegen elkaar. Kijk. Ja, ik vind het gewoon... Kijk, Burkau die bekijkt het nu gewoon even rustig. En die heeft iets van... kom maar op. Hotza, been weg. Hij is helemaal omhoog. Ja, en dan even zijn rug toedraaien van... Ik heb jou helemaal onder controle. Al die signalen die jongens afgeven tegenover elkaar... Is dat uiteindelijk... Kan dat doorslaggevend zijn? Alles dat wat kan, je daarin doet? Dat kan, maar dat kan je ook... duur komen te staan natuurlijk. Het kan ook in een soort van nonchalance uitmonden. Ja. Waardoor je achter de feiten aan gaat lopen. Ali vroeger, hè? Mohammed Ali, die allerlei verwensingen bij mensen in het oor fluisterde om ze daar maar te pakken. Maar die zich ook liet slaan. Ja. Ja. Er staat nu klem in de touwen. Burkau begint de druk een beetje op te voeren. Zet hem echt neer, hè? Ja, hij voert de druk op. Maar toch, als je ziet de rust die hij in zijn gezicht uitstraalt, blijft stralen. Dat is echt... dat is typisch Burkau. Echt zo van, ik heb alles onder controle. En wat je doet, doe je. Maar het zal geen effect hebben. Ga door met die benen, wordt er uit de hoek geroepen. Mooi, hè? Ja. Houd die druk. Hij voelt ook meteen aan wanneer hij een stoot raak heeft. Kijk, nu zit hij aan. Ja, kijk, en hier kan je dan gewoon weinig tegen doen. Als iemand dit doet, dan moet je maar hopen dat hij leegloopt. Ja, dat eventjes zwaar aan het einde van die eerste ronde Shabari. Ja. Maar je ziet ook inderdaad wat druk houden dan doet, hè?
En hij reageert supersnel. En dus, ja, ik vind ook dat Burakov heel veel agressie uitstraalt. Ja. Maar ja, het is, kijk, als jij onder druk staat, dan kost het altijd meer energie. Ik bedoel, je moet dan nog meer opletten. Terwijl als jij de druk zet, dan is het gewoon een stuk minder. Kijk hier, hij komt er gewoon niet uit, hè? Nee, nou, op dit moment, als iemand zo op je afkomt, dan moet je het maar even incasseren. Goed, op dat momentje denk ik dat Burakov Porpramhoek wel voor staat op dit moment de punten. Dat denk ik wel, ja. Begin in de tweede ronde van het voorlaatste gevecht van deze It's Showtime vechtsportgala. Waarbij we al twee knockouts gezien hebben. De vraag is, komt daar een derde bij? Als het aan Burakov Porpramhoek ligt, dan wel. Nou, Burakov is niet echt een super knockouter, maar hij heeft gewoon een hele mooie stijl. Daarom is hij ook gewoon geliefd. Incompleet, met zijn arm en met zijn benen. Continu die combinaties, valt mij ook inderdaad op. Ja. Doet nooit wat alleen, bijna. Nee, precies. En in Thailand zie je heel vaak dus heel veel trappen, knieën en dan wel ellebogen. Maar niet zo heel veel stoten. Maar hij doet het wel allemaal. Die trappen vooruit, hè, die hij nu geeft, hè, in de maagstreek. Hè. Voorwaarts trappen, ja. Ja, deze, ja. Net als, hè. Ja, nou, dat doen ze wel veel, maar ook die ronde trappen naar het lichaam gewoon getrapt. Als je continu die harde trap op je armen krijgt, dan zijn ze goed beurs, kan ik je vertellen. Jabari in de groene broek. Ja, hij beweegt wel goed, maar hij moet continu achteruit. Kijk, hij zit continu tegen de touwen aan. Dat is gewoon niet prettig. Kijk, en als hij eruit komt, moet hij eigenlijk Burakov zelf meteen onder druk zetten. En dat, ja, daar is Burakov waarschijnlijk toch iets te dominant voor. Ja. Naar Jabari toe. Als Jabari zijn fractie langer, is dat nog een voordeel? Nou, dat kan natuurlijk een voordeel zijn, maar dat hoeft niet. Kijk, als je een tegenstander hebt die continu naar voren beweegt, dan heb je daar gewoon minder voordeel aan. Nou, kijk, hier zie je die rode plek op zijn rug waar ik straks over had met die touwen. Maar dat is gewoon een beetje niks. Ja, dat voel je niet. Dat is niet zo belangrijk. Valt in het niet bij de klappen en de schoppen. Dat bedoel ik. Daar ben je totaal niet mee bezig. Nee. Hij blijft gewoon continu drukken. Hij blijft druk vooruit geven. En Jabari is normaal gesproken een vechter die veel beweegt en veel terug doet. Maar daar komt hij niet aan toe. Hij komt er gewoon niet aan toe. Precies. En het kan met spanning te maken hebben. Dat kan het feit dat hij voor 18.000 mensen vecht te maken hebben. Oh, die zat er wel op, die rechtse. Ja, maar Burakov neemt meteen gewoon over. En Jabari doet er ook niks mee. Als hij hem goed raakt, kijk, dan staat hij toch weer in de verdediging. Als je iemand goed raakt en dan vastpakt, ja, dat is dan zonde van je moment. Dan verlies je dat moment dus ook. Ja, het is ook een beetje understatement als ik zeg dat Burakov ook wel serieus fit is. Namelijk als je er gewoon naar kijkt, zeg maar. Ja, maar dat is hij altijd. Zijn ze allemaal? Ja, nou, Burakov is altijd wel fit, ja. Jabari loert en kijkt en hoopt op een goed moment. Ja. Het zou natuurlijk geweldig zijn als je dat hier weet voor elkaar te boksen, letterlijk en figuurlijk. Nou, hij is al tevreden over zijn tweede ronde. Terecht? Nou, ik zou niet tevreden zijn. Maar ik kan me voorstellen dat hij dat naar het publiek en naar de jury doet. Dat kan natuurlijk heel belangrijk zijn. Als jij vermoeid oogt, dan scoor je zeker geen extra punten bij de jury. Combinaties van Burakov komen lekker door. En Jabari heeft af en toe wel zo'n momentje, maar ja, dit is ja, maar het lijkt wel verdedigen. Alsof het niet gemeend is of zo. Oké. Hij heeft nog één ronde de tijd. De tijd loopt inmiddels. Derde ronde. Voor de duidelijkheid, Jabari in de groene broek. En Burakov in de zwarte. Moet trouwens vermeld worden dat Jabari maar één oog heeft. Één werkend oog. Dus dat vind ik al sowieso knap dat hij hier staat. Ja, want dat hoor je ook heel vaak. Dat als boksers een mond aan hun ogen hebben, dat een heel deel van hun zicht letterlijk ook weghaalt. En als je het niet hebt, dan heb je dus. Maar even plat gesproken, heb je het dan over een dode hoek? Nou ja, dat moet hij natuurlijk wel hebben. Ik heb nooit gemerkt dat hij er last van heeft. Maar het is wel zo, hij heeft gewoon één glazen oog. En hij ziet dus gewoon een stuk minder, zou je denken. Ja. Maar hij is toch een topvechter geworden. Dat vind ik heel knap. Ja. En hij weet dat het moet. Dus een andere, ik zie hier toch wel een andere Jabari dan in de eerste en de tweede ronde. Ja, maar nou is Jabari niet echt een knockouter, echt iemand die er echt voor kan gaan.
Dus daar zal hij gewoon moeite mee hebben. En zeker met Boakau, die gewoon geen centimeter achteruit gaat. En Boakau staat er ook bij alsof het hem eigenlijk allemaal niks doet. Hè? Ja, zal hem even wel duren, zijn tijd wel duren. Zo staat hij er echt bij. Ja. Maar hij kan ook veel hebben, want ik heb hem wel eens in gevechten gezien ook. Op het moment dat hij het lastig krijgt, gaat hij mensen op de grond gooien. Dat zie ik dan wel. Ja, oké. Dan wint hij wat tijd, ja. Absoluut. En nou goed, Thais kunnen over het algemeen vrij goed incasseren. En ik heb hem nooit neer zien gaan, dus... Dat zegt wel wat. Kijk, en nu moet Sabari hem daar houden en druk blijven zetten. En dan zit hij wel druk, maar dan doet hij eigenlijk iets te weinig. En nu gaat hij tegen hem aanhangen. En dat moet hij juist niet doen. Nee. Als hij hem juist eventjes goed heeft, dan moet hij hem... Zie je? Dat gooi je, dat bedoel ik. Goed. Ja. Maar Sabari moet juist niet vast gaan staan. Niet tegen hem aan. Als je iemand onder druk zet, dan moet je dat juist niet doen. 55 seconden nog. Laatste minuut van het zesde gevecht van de avond. Boakau Porpramuk. Met de rode handschoenen. Boakau wordt ook een beetje... Ja, moe. Begint meer te clinchen. Ja, die begint meer te clinchen. Nou, ze gaan er nog lekker op, hoor. Sabari zou nu dus eigenlijk gewoon moeten stoten, trappen... en zichzelf niet vast kunnen moeten laten zitten. Maar hij zoekt te veel. Kijk, en Boakau wacht niet. En nu moet hij doorgaan. Het is een beetje om te laten zien wat ik kan, hè? Want ik bedoel, je ziet hem al een blik hebben van... nou, ik gooi je nu even opzij. Ja. Maar hij weet natuurlijk al eigenlijk dat hij die wedstrijd in de pocket heeft op het moment dat hij niet neer gaat. Kijk eens, kom maar op, zegt hij. Boakau had echt iets van... En meteen even laten zien wie de baas is. Boakau had echt iets van, ik kom eventjes mijn envelopje halen en het is klaar. Zo gaat het in Thailand namelijk. Ja, maar goed, ik moet dan toch wel toegeven dat ik vind dat Sabari wel redelijk partij geeft. Ik bedoel, die staat er toch wel zijn best te doen. Nee, natuurlijk. Maar goed, ten eerste doen ze natuurlijk allemaal. En het heeft er niet echt in gezeten, denk ik. Natuurlijk altijd de uitslag afwachten. Maar het heeft nooit ingezeten dat hij zou gaan winnen. Eens kijken wat de ring announcer daarover te zeggen heeft. De winner by point in the red corner. Boakau Porpramuk. Nou, die waren een beetje eens in het geval. En het was ook wel vrij duidelijk. Machtige man. Ja. Geweldige boksen om naar te kijken. Vaak met zijn rug tegen de muur aan. En ja, onze Thaise vriend gaf heel veel druk, focus, ontspannen. Keiharde trap. Ik zat aan de ring. Nou, je hoort bot op bot. Dus ja, hij heeft toch meer gedomineerd. Waarom is die? Is in Zuid-Afrika geboren en zijn bijnaam is, ja, misschien wel terecht dan ook, Shaka Zulu. Hij is 24 jaar oud, 40 maal gevochten, 33 keer gewonnen, 19 maal op knockout. Dat is geen cookie. Nee, hij is gewoon een goede vechter. Dan gaan we het opnemen met deze Gago Drago, 23 jaar. De Armee.